In het jaar 1895 werd te Amsterdam een etablissement geopend dat zich 35 jaar lang in de gunst van het uitgaande publiek mocht verheugen. Flora aan de Amstelstraat. Oprichter was de heer Neugeraad, een bakker uit Herne in Westfalen, die aan de Warmoestraat een drukbeklante bakkerij annex logement dreef. Hij bouwde zijn inrichting op de grond waar de voormalige stallen van de posterijen gestaan hadden en die grotendeels toebehoorden aan het daarachter gelegen museum Willet Holthuizen. Flora, zoals hij zijn etablissement noemde, was een getrouwe afspiegeling van de Café Chantans uit die dagen. Men betaalde 10 cent voor een verplicht programma, plus 20 cent voor één verplichte consumptie en genoot voor dat geld van een voortreffelijk orkest dat afgewisseld werd door hoofdzakelijk vrouwelijke voordrachtsartiesten. Die dames droegen hoogst gewaagde kostuums, met halzen die tot aan het sleutelbeen bloot waren en die de in tricots gestoken benen vrijlieten tot soms wel 2-3 centimeter boven de enkels. Deze japonnen waren rijk met pailletten, oftewel lovertjes bestikt, en een goede taille moest je met twee handen kunnen omspannen. De tijd van de Pietersisters en de bikinis lag dus nog in een ver verschiet. Ze zongen de successen van de dag en het publiek zong deze slagers braaf mee. De heer Neugeraad was een vooruitstrevend man. Hij begreep dat hij met alleen zangeressen snel op het niveau van de tingeltangeltjes uit de nest terecht zou komen. En hij engageerde dan ook andere krachten, echte variété-nummers en befaamde komieken. En zo werd Flora een der eerste variété-theaters van ons land. Ook al omdat Neugeraad, terwijl de voorstellingen rustig doorgingen, het gehele interieur volslagen verbouwde naar het model van de beroemde Wintergarten in Berlijn. Toen deed hij de vondst van zijn leven. Hij engageerde de reeds vrij populaire komiek Leon Boedels, de man wiens naam onafscheidelijk aan de Flora verbonden zou blijven. Meer dan 30 jaar is hij onder verschillende directies de Flora trouw gebleven als regisseur. Een regisseur die zich ontpopte als een man voor wie, vooral op toneeltechnisch gebied, geen enkele moeilijkheid bestond. Het is achteraf onbegrijpelijk wat Boedels op dat minuscule toneeltje aan machinaties en changementen heeft uitgedacht en uitgevoerd. Bovendien was hij een bekende figuur in het Amsterdamse straatbeeld, want niemand heeft hem ooit in het openbaar zonder hoge hoed gezien. Maar toen hij kort voor 1900 zijn intrede deed in de Flora, was hij alleen nog maar een komiek en coupletzanger en hij was in zijn repertoire, waarin een lach zich mengde met een traan, een voorloper van de latere zangers van het levenslied. Een der grootste succeslieden uit zijn beginjaren was bijvoorbeeld Ach, hoe heerlijk is het leven, dat Sylvain Pons nog eens voor u in herinnering brengt.